Ik ben Reda Kassous, 23 jaar oud, geboren en getogen in Amsterdam-Oost. Ik heb voor 2 jaar getekend bij Telstar. Dit is mijn plein, het Sumatra-plantsoen. Yeah! Wat voor plek is dat voor jou? Een plek waar heel veel voetballers voor mij eigenlijk een beetje het betaald voetbal gehaald hebben. En het plek waar het eigenlijk een beetje voor mij allemaal begon. Ready! Hoe oud was je toen je voor het eerst hier het pleintje betrad? Het pleintje was toen nog een stenen veld. Ik was toen 10. Ja, toen mocht ik met mijn moeder altijd tot 6 uur buiten spelen. Dan was het gelijk naar de basisschool, gelijk hier naartoe. En het eerste wat we deden was met de jongens voetballen. Ik ben hier wekelijks nog. Vooral voor de jeugd. Veel jongens zien mij als een beetje een rolmodel. Ik ben ook een ambassadeur van de buurt. Dus mij zie je nog wel vaak in deze buurt. Oké, dus je bent echt een local hero. Niet echt een local hero, maar ik wil wel een figuur zijn voor de buurt die het op zijn 24e nog had om betaald voetbal te halen. Dus ik ben wel een rolmodel voor de meeste kleintjes. Ja, achter, op de achtergrond zie je ook allemaal van die kleine voetballetjes. Welke boodschap wil jij die jongens en meisjes meegeven? Stop nooit, al ben je 18. Je weet nooit waar je pad weggelegd is voor is. En je kan het altijd halen. Dus ik ben een voorbeeld. Ik ben 23 en ik ga het betaald voetbal in. Reda Kassous speelt dus de komende 2 seizoenen voor Telstar. Na een goed seizoen bij derde divisionist OFC stond hij op de radar bij meerdere clubs. Ik had wel wat andere opties. Vertel, daar zijn we dol op bij journalisten. Vooral de top van de tweede divisie. Katwijk speelde, Rijnsburgse Boys speelde, Quick Boys speelde. Mijn oude clubs speelden allemaal. IJsselmeer volgens speelde mij nog voor het seizoen hierop. De Amsterdammer gaat dus van de derde divisie naar de keukenkampioendivisie. Hij slaat dus een klasse over, maar toch is hij absoluut niet bang dat hij zou moeten wennen of dat hij het niveau niet aan zou kunnen. Dus ik hoop in het startblokken gelijk aanwezig te zijn eigenlijk en mijn ding te laten doen. En ik hoop, net als in de afgelopen 2 jaar, een beetje een doelpuntmachine te worden. Oh, binnen de doelpunt! Binnen de doelpunt! Ja!